In deze video ga ik je het nummer One Day Reckoning Song van Asaf Avidan en de Mojos in de Wankelmoed remix, een hele mond vol, leren meespelen, leren meetokkelen in de originele akkoorden. Dan is het nodig dat je een capo d'astro, dit apparaatje, op de 1, 2, 3, 4, 5, 6e positie doet. Dus capo d'astro in de 1, 2, 3, 4, 5, 6e positie. Mocht je nou niet over zo'n apparaatje beschikken, dan heb ik een tip. Dan kan je ook gewoon een potlood er heel strak tegenaan doen. En een touwtje of een elastiek eromheen doen. Heel strak er tegenaan trekken. Eigenlijk verleg je die brug die je hier hebt. Of het is geen brug, dat is de kam. Die leg je naar die 6e positie. Zodat je met gewone open akkoorden het nummer kan spelen. Het nummer begint. Misschien is het handig om eerst even op de tokkel in te zoomen. Tokkel doe je natuurlijk met je aanslaghand. En wat je moet onthouden is dat je duim, wijsvinger, middelvinger, wijsvinger, duim, op de snaren doet. En deze twee vingers die bedienen alleen de onderste twee snaren. En met je duim ga je zo meteen een tokkeltje daarbij spelen. Dan pak je een A-mineur akkoord. En mocht je niet weten wat een A-mineur akkoord is, download dan even de proefles en het handboek op mijn site. Dat kan hieronder in de omschrijving, heb ik een linkje staan en dan kan je eventjes aanmelden. En wat je nu doet, is die tokkel even. Zie je? Even kijken, zo zie je dat. Dus duim, wijs, middel, wijs. Ga ik even de akkoorden behandelen, want die kan je ondertussen dan wel meespelen. Het begint met een A-mineur, of ja, A-mineur. En dan een C. En dan een G7. En daarna een F. Of eventueel een F met een barré-akkoord. Het is altijd lastig. Dus ik zou hem gewoon eventjes zo aan. Dus doe me met mee. A mineur. 2, 2. En naar C. 2, 3, 4. En naar G7. En naar F. Maakt hij heel veel gebruik van die duim waar je mee kunt bassen. En dan gaat hij allemaal nootjes erbij spelen. Dus A mineur, dat begint gewoon op de A snaar. En dan slaat hij daarna de D snaar in de tweede positie. En de derde positie. En de tweede positie. En dus. Eigenlijk wat die duim doet. Dus je slaat gewoon de A aan, of het A-mineur akkoord, en dan sla je de A-snaar 5e positie aan. C, hetzelfde. Nou kun je jezelf eventjes helpen door het G7 weliswaar te pakken, maar deze, die middelste vinger, laat je gewoon staan. En F. Dus A mineur. Het is het. Dus kan je ook gewoon oefenen. En dan alleen met die F, met dat F-akkoord. Nu ga je zo heen en weer over de D en de G snaar. En dan gaat het zo klinken. Oh. En naar C. G7. En naar F. En
is het ook belangrijk dus dat je deze twee vingers echt op die onderste twee snaren houdt. Anders kan je niet tam, tam, bam, 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 doen. Nou, en dat ga je gewoon heel rustig oefenen. En dan ga je tempo opschroeven. Ik zou eerst gewoon het tempo met één akkoord gaan opschroeven. En dan die andere akkoorden even oefenen en dan zou ik het hele zaakje aan elkaar breien. Laatste wat ik je er nog over kan vertellen is dat die, ik weet niet, op Spotify of op iTunes of waar dan ook, kun je ook het originele nummer beluisteren. En dan hoor je dat die hele leuke basloopjes maakt. En dat klinkt ongeveer zo. En dat doet hij dan heel snel. En dan kan ik je eigenlijk nog wel een tip geven. Dan zou je namelijk dat A-akkoord, A-mineur-akkoord wat je pakt, moet je een A-mineur-7-akkoord van maken. Even kijken, zo zie je dat goed. En dan heb je die middelvinger ook vrij om er wat mee te gaan, wat fratsen mee uit te gaan halen. Dus dan klinkt het zo. Het laatste wat ik je dan nog kan leren is, als hij de refrein gaat spelen, zijn dezelfde akkoorden. Maar dan ga je lekker tokkelen. Oh, sorry. Mocht je dit een leuke of een handige video vinden, geef hem dan even een duimpje. Stuur hem door, bekijk mijn andere video's. Mocht je een tokkelcursus willen volgen, kijk dan even op mijn website in10lessen.nl. En heel veel plezier, heel veel succes.